بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Welkom bij de les over de eerste intifada in de geschiedenis van Palestina. Dit is een hele belangrijke les, een hele belangrijke onderdeel van de moderne geschiedenis van Palestina. Iets wat we nu misschien ook in de laatste maanden horen, onder andere op straat, als mensen aan het demonstreren zijn. Wordt er geroepen intifada, intifada. Ik zag een item van Geen Stijl. Dat ze mensen op een pro-Palestina demonstratie vroegen, jullie schreeuwen intifada, maar weet je wat dat is? En de meerderheid van mensen wist eigenlijk niet wat ze aan het schreeuwen waren. Ik vind het wel kwalijk. Intifada is iets heel belangrijks in de geschiedenis van Palestina. En het is heel recent. Het is niet heel lang geleden. Dit was in de jaren 80 gebeurd. De eerste intifada in de jaren 80. En de tweede intifada heeft daarna ook afgespeeld in het jaar 2000 of 1999, 2000. Dus het is eigenlijk allemaal heel recent. Misschien net voordat de meerderheid van ons is geboren. En de tweede, ik denk dat de meerderheid wel bestond op dat moment. Of al geboren was. Dus intifada is een integraal onderdeel van de geschiedenis van Palestina. En daar ga ik zo meteen, inshallah, een stukje meer over vertellen. Om de context van de intifada wel goed te begrijpen, moet ik wel een klein beetje terug. Dus ik ga een klein beetje herhalen. Dat is geen probleem. Dat zijn dingen die we ook al eerder hebben besproken. Maar voor degene die hier net aansluit, dat is helemaal niet erg. Want vandaag, inshallah, zul je de volledige context meekrijgen. En je zult voornamelijk, en dat is het doel van waar je bent gekomen, voornamelijk begrijpen, wat is de intifada? Wat is er toen gebeurd? En waarom is het zo belangrijk en instrumenteel geweest in de veranderingen die plaats hebben gevonden en ons regelrecht direct hebben geleid naar de situatie waarin wij vandaag de dag in zitten. Nou, even wat context. 1948 hadden we genoemd, een jaartal die onlosmakelijk verbonden is aan de moderne geschiedenis van de situatie in Palestina. En dat is wat we noemen de Nakba. De Nakba is het Arabische woord voor catastrofe. De catastrofe die de Palestijnen overkwam in 1948 was dat ze massaal hun huizen uit werden gezet, werden voor een groot gedeelte werden vermoord, werden opgejaagd. En de Palestijnen die werden allemaal gedrukt in verschillende hoeken van de wereld, zodat Israël of de Zionisten hun Zionistische staat, dat ze Israël noemen, konden gaan bouwen en stichten op dat land dat ze hadden gestolen en afgepakt van de Palestijnen. De Palestijnen hadden niet verwacht dat het zou gaan, de Palestijnen, niet alleen de Palestijnen, eigenlijk heel de Arabische wereld had niet verwacht dat het werkelijk zo ver zou gaan komen. En ze waren eigenlijk verbijsterd, verbaasd dat het ook werkelijk was gebeurd en zagen dit als een ware catastrofe. En ze noemden het dus ook de Nakba. Dat is wat er gebeurde in 1948. Je hebt de vraag. Ja. Vertel. Waar kwam die naïviteit vandaan? Want als je kijkt in de geschiedenis voor 1948, ja, waren genoeg terroristische organisaties, bijvoorbeeld de sterrengroepen, die fascistisch waren, contact hadden met mensen. Ja, ja. Ik geef daar aan het eind van les inshallah wat meer antwoord op, maar ik heb daar in detail misschien twee lessen aan toegewijd. Die kan je allemaal vinden op YouTube inshallah. Maar ik zal op terugkomen aan het eind van les inshallah. Oké, 1956 hadden we ook genoemd als jaartal, belangrijk jaartal, waarin de Suezcrisis plaats had gevonden. De Suezkanaal is de kanaal in Egypte die Afrikaans Egypte scheidt van Aziatisch Egypte, Sinai van de rest van Egypte. En het is een kanaal die heel belangrijk is voor de wereldhandel. Vandaag de dag ook relevant is voor wat er gebeurt. Deze kanaal is gegraven met Egyptische handen, maar was eigendom van zowel Engeland als Frankrijk. Eigendom, dus met andere woorden, er was een bedrijf dat in de handen was van deze twee landen. En deze twee koloniale landen, die vonden dat zij dat stukje land gewoon dat van hun was. En de Egyptenaren die zeiden nee, we gaan het nationaliseren, het is van ons. De Egyptenaren werden aangevallen door Frankrijk, Engeland en Israël. Het was haar eerste keer dat ze een ander land ging aanvallen. En dat is al 8 jaar nadat Israël werd opgericht. 8 jaar later had het Egypte al aangevallen. Wat was de reden voor Israël om Egypte aan te vallen? Had Israël echte zorgen op dat moment dat ze binnen zouden gevallen worden door Egypte of wat dan ook? Ja, je ziet al vanaf het begin van haar geschiedenis, Israël is altijd al een staat geweest die haar buurlanden aanvalt. Altijd al uit geweest op het uitbreiden van eigen territorium en de enige staat in de wereld die geen officiële grens heeft. Verder, 1959 werd de Palestijnse verzetbeweging Fatah opgericht. Fatah is de eerste Palestijnse officiële organisatie die zich ging verzetten officieel tegen
de Israëlische bezetting van Palestina. En Fetih is hiermee samen met haar vier voormannen, waaronder de meest bekende Yasser Arafat, degene geweest die de strijd officieel zou gaan leiden tot aan zeer recent. Daar gaan we inshallah ook nog over hebben. Bidnillah. 1967 brak er oorlog uit, een hele belangrijke oorlog. Een oorlog die de Israëliërs de Zesdaagse Oorlog noemen. En die de Arabieren, niet de Nekbe met een B, maar de Nekse met een Se. En Nekse is de terugval. Waarin je verwacht dat je een stap vooruit doet, maar je valt naar achter. Een Nekse, een Intikese, die de Arabieren toen meemaakten. Want in het naam van het Arabisme probeerden de Arabische legers te verenigen om een Arabisch grond te gaan bevrijden. Dat was het mantra op dat moment. Het Arabisme was de koorts die op dat moment in het Arabische wereld heerste. En iedereen was er ziek mee. Iedereen dacht dat het Arabisme hetgeen was wat ons verenigt. En hetgeen was wat ons zou moeten bewegen tegen onrecht. En niet een of andere godsdienst of zo die we allemaal gemeen hebben. Nee, het was het Arabisme. En in het naam van het Arabisme zijn deze landen die Israël hebben aangevallen, Egypte, Syrië, Jordanië met name, dat zijn dan de landen die eraan grenzen, maar Irak deed ook eraan mee. En enkele andere Arabische landen hadden ook wat steun qua geld en wapens gegeven, zoals Kuwait, Saudi-Arabië, Marokko enzovoort. En ze waren allemaal verslagen in 6 dagen. En in 6 dagen raakte Egypte heel Sinai kwijt en raakte Syrië de Golangebergtes kwijt. En raakte Jordanië, de westelijke Jordaanoever, kwijt. Want de westelijke Jordaanoever was op dat moment onderdeel van Jordanië. En, het belangrijkste van allemaal, Israël nam toen op dat moment ook Oost-Jeruzalem over. En Oost-Jeruzalem, Al-Quds, waar Al-Aqsa-moskee zit, dat is het gedeelte dat op dat moment nog, tot en met 1967, nog officieel onder Jordaanse autoriteiten viel. En vanaf dat moment werd Al-Aqsa en de westelijke Jordaanoever en Gaza en nog landen buiten het historische Palestina en de zogenaamde Zionistische staat Israël, werden die ook overgenomen. Nou, in 1968, nog minder dan een volledig jaar daarna, vond er een andere slag plaats tussen Fetih, het Jordaanse leger, aan één kant en Israël aan de andere kant, Al-Karama. En de slag van Al-Karama, het dorpje Al-Karama, wat ook betekent de trots, was een slag dat de Palestijnen hadden gewonnen in minder dan een uur. In minder dan een uur hadden ze de Israëliërs terug kunnen drukken. Dit kleine Jordaanse dorpje, Al-Karama, dit was een invasie van Israël die werd gepland door hun, want ze dachten, we hebben de westelijke Jordaanoever overgenomen, we kunnen de oostelijke Jordaanoever ook overnemen. Want Israël, haar ultieme plan is om het grote Israël, Greater Israël, op te richten. En dat is, net zoals haar vlag eruit ziet, 2 blauwe strepen, van de ene rivier, de Nijl, naar de andere rivier, de Eufraat in Irak. Dat allemaal hoort onder het grote Zionistisch project van Israël. En Israël wou dus Jordanië binnenvallen op dat moment. Maar ze werden verslagen in 1968 in Al-Karama en trokken zich op dat moment terug. Want ze achten het van hunzelf onveilig om verdere stappen te gaan zetten. Persoonlijk denk ik niet dat als Israël verder gedrukt had, of misschien dat ze steun hadden gekregen van Amerika en dat we dat niet hadden gekregen, omdat er te weinig communicatie was, wat dan ook, dat wellicht de uitslag anders had kunnen zijn. Maar de Palestijnen hadden wel aangetoond in 1961 voor het eerst dat ze ook zelf in staat zijn een eigen militie op te richten en zelf te kunnen vechten tegen de bezetting van Israël. In 1970 gebeurden er een paar belangrijke dingen in Jordanië. In Jordanië vestigden ze op dat moment de PLO, waar Fetih de grootste onderdeel van was. De PLO is de Palestijnse Vrijheidsorganisatie. De paraplu-organisatie van alle bewegingen die werden opgericht om Palestina te gaan bevrijden. Waarom zijn er meerdere bewegingen, zou je kunnen vragen? Omdat er ook meerdere ideologieën bestaan. Je hebt de communisten, je hebt de socialisten, je hebt de extreem Marxisten. Dat zijn allemaal linkse bewegingen. Je hebt de Arabische nationalisten. En je hebt, tot op dat moment eigenlijk waren ze niet heel erg sterk, maar je hebt natuurlijk ook de islamitische verzetsbewegingen. Voor een groot gedeelte waren de islamitische, de mensen die overtuigd waren van een islamitisch verzetsgedachtegoed, allemaal onderdeel van of Fetih of een andere kleine organisatie, maar er was niet een echte islamitische verzetsbeweging. In 1970 was één van deze organisaties, de PLFP, dat is een communistische organisatie, Jabhat al-Tahrir. Deze
kaapte een aantal Amerikaanse vliegtuigen. Civiele vliegtuigen, burgervliegtuigen, geen militaire vliegtuigen. En die brachten ze naar de Dawson Field luchtbasis, Amerikaanse luchtbasis in Jordanië. En ze zeiden, wij eisen dat alle gevangenen vrij worden gelaten, die gevangen zijn in Israël, vrij worden gelaten. Of anders vermoorden we al deze passagiers in de vliegtuigen. En ze waren niet aan het bluffen. De Amerikanen dachten en de Israëliërs zeiden, no way, dat wij hiermee akkoord gaan. En we gaan niemand eruit laten. En om te laten zien dat ze het meenden, staken zij deze vliegtuigen in brand. Het probleem was dat Jordanië niet Palestina is. En Jordanië heeft haar eigen regering. En Jordanië is een regering, zoals we ook een aantal lessen ervoor hebben behandeld. Jordanië is een regering die extreem pro-Westen is. Extreem. En hoewel het op dat moment niet per se de beste relaties had met Israël, het regime in Jordanië stond totaal niet te wachten op zulke directe aanvallen op Amerikaanse burgers op haar eigen grondgebied. Daarbij kon nog ook nog eens kijken dat de PLO in Jordanië extreem veel macht had. Ze hadden zware wapens, ze hadden tanks, ze hadden hun eigen communities die ze moesten gaan beschermen, ze hadden hun eigen politieagenten. En wat ze op den duur begonnen te doen, deze gewapende mensen van de Palestijnen, ze begonnen politie te spelen in een land dat niet hun eigen land is. En begonnen Jordaanse burgers staande te houden en te vragen om zich te identificeren. En het kwam zelfs zo ver dat ze gingen naar diplomaten en mensen van het leger. En soms waren het zelfs jongens van 15, 16 jaar die gewoon een wapen hadden en naar militaire officiers kwamen van het Jordaanse leger. En zich, omdat ze met z'n vijf en zessen waren en de officier met een collega was misschien, voelden deze mensen zich verplicht te gaan identificeren aan mensen die 15, 16 jaar oud waren. Dus het was een slechte situatie waarin het Jordaanse regering zich in bevond. En het resultaat daarvan was dat het Jordaanse leger, of de Jordaanse koning, besloot om de PLO met geweld uit Jordanië te halen. En de gebeurtenis is bij ons bekend als Zwarte September. Het was een zwarte maand voor de Palestijnen en ook gewoon in onze eigen geschiedenis, dat het Jordaanse leger een aantal honderd Palestijnen had vermoord en daarmee dus ook de Palestijnen uit Jordanië heeft gekregen en heeft gestuurd naar Libanon, een ander buurland van Palestina. Nou, in 1972 stond een van deze Palestijnse verzetsbewegingen, een andere marxistische beweging, een extreem linkse beweging van de Palestijnen, die ging naar München, Duitsland, in 1972, toen daar de Olympische Spelen plaatsvonden. En wat ze deden, was ze wouden meedoen aan de Olympische Spelen, maar niet als sportteam. Ze wouden meedoen, want ze gingen naar het Israëlische team en namen hen als gijzelaars. Dit eindigde in het vermoorden van de Israëlische sporters. En hun doel was, en deze beweging heet, by the way, deze heet de Zwarte Septemberbeweging, refererend naar wat er is gebeurd in Jordanië. Deze beweging, haar doel was, ja, naar de buitenwereld toe, wij willen dat onze gevangenen worden vrijgelaten. Maar achter de schermen was haar doel in essentie dat de Palestijnse zaak meer aandacht zou krijgen op internationaal niveau. En dit is iets wat tot op dat moment waren de Palestijnen nog niet echt bekend. Zij en hun strijd, het was niet helemaal duidelijk. Vergeet niet dat we praten over de jaren 50, jaren 60 en begin jaren 70, toen het nog niet heel gek was dat er landen waren met koloniën. Het was niet zo heel gek. Er waren in heel de wereld wel landen die net bezig waren met bevrijd worden. Net bezig waren met hun decolonisatieproces. En de ene was daar veel gewelddadiger in dan de andere. Dus het was niet zo heel erg opvallend, om het maar zo te zeggen, wat er gebeurde tussen de Palestijnen en de rest van de wereld eigenlijk. Het was niet zo opvallend voor met name het Westen. De burgers hier waren er niet echt mee bezig. Maar na 1972, wat ik zou heel makkelijk eigenlijk kunnen zeggen, dit is geen daad die we goed kunnen keuren. Het is niet heel moeilijk om erover na te denken. Het is geen daad die je goedkeurt. Echter, waar het wel voor had gezorgd, was dat de Palestijnse kwestie, de Palestijnse zaak, stond nu wel echt op de agenda. Het begon wel voor het eerst zo te zijn dat de internationale media hier echt aandacht aan begon te geven. Want toen ze zeiden, Palestijnse gewapende mannen, Palestijnse terroristen, whatever, wat zijn Palestijnen? Dus ze moesten het uitleggen.
En tegen wie vechten ze? En waarom het Israëlische team? En waarom hier in Duitsland? Enzovoort. Duitsland. Maar oké. In 1973, een jaar daarna, was er alweer oorlog. En deze oorlog was een soort wraak op wat er was gebeurd in 1967. Egypte en Syrië met name, twee landen die territorium waren verloren, die wouden hun territorium weer terugwinnen. En de presidenten Anwar al-Sadat en Hafez al-Assad, de vader van Bashar al-Assad die vandaag regeert in Syrië, dus die clown en zijn vader, en Anwar al-Sadat waren allebei vastberaden om Israël een klap te geven en hun territorium terug te winnen. Maar bij beide heerste er een sentiment van, wat wij willen is, wij willen onze grondgebied terug. En niet meer, net zoals in 1967, wij willen Palestina bevrijden. Een hele andere sentiment, een heel ander doel voor waarom je gaat vechten. Nou, lang verhaal kort. Egypte heeft een paar centimeter bevrijd van Sinai. Sinai is gigantisch nogmaals. Maar dat had ervoor kunnen zorgen dat zij konden onderhandelen. En Syrië heeft niks kunnen bereiken. Israël werd heel erg hard gesteund door de Amerikanen. De Egyptenaren en de Syriërs werden gesteund door de Arabieren. En de Arabieren ontdekten dat ze een nieuw wapen hadden. En dat is olie. En ze konden olie gaan inzetten als een wapen. En in 1973 zetten de Arabische OPEC-landen onder leiding van Saudi-Arabië en op aandringen van Algerije dat de olie niet meer moest geëxporteerd worden naar het Westen. En het Westen, Nederland met name, had toen het Witte Fietsenplan, waarin je niet wordt verteld dat het met hiermee te maken had, maar dat het een soort burgerlijk initiatief was. Maar het feit was gewoon, er was geen olie meer. Je kon het niet meer echt makkelijk kopen. Dus kwam er een Witte Fietsenplan om maar gewoon allemaal deelfietsen te gaan gebruiken hier in Nederland. Maar het Westen werd keihard geraakt. En het eindigde allemaal met een soort akkoord tussen Egypte en Israël om ervoor te zorgen dat ze niet meer gingen vechten. Egypte mocht het grondgebied houden dat ze hadden bevrijd. Het was niet een paar centimeter, dat is maar een grapje, maar het is niet heel veel van Sinai. Maar het was om een strategische reden die Egypte op dat moment had. En Palestina was niet onderdeel van hun plan. 1975 brak een burgeroorlog uit in Libanon, buurland van Palestina. En we hadden net gezegd dat in 1970 de PLO, de Palestijnse Vrijheidsorganisatie, moest gaan verhuizen van Jordanië naar Libanon. De Palestijnen werden onderdeel van deze grote molen die bijna iedereen, bijna elk levend wezen in Libanon aan het kapotmaken was. Libanon is een land dat heel fragiel is. Libanon bestaat uit grote groepen christenen, sunnis, shiiten en allerlei andere groeperingen. Vandaag de dag, tot aan de dag van vandaag, is Libanon extreem fragiel. De burgeroorlog leidde er uiteindelijk toe dat heel Libanon werd geraakt op een manier dat het nooit zal vergeten. En dat de wonden zijn nog steeds heel erg diep in Libanon. En Libanon is nog steeds een tikkende tijdbom. 1979, terwijl de oorlog gaande was in Libanon, waren de Camp David-akkoorden. Dit is, hadden we nog twee lessen geleden behandeld. De Camp David-akkoorden gingen over de akkoorden tussen Egypte en Israël in Camp David in Washington. Washington nodigde de Egyptenaren en de Israëliërs uit om samen te gaan zitten en praten over een vredesakkoord. De Egyptenaren krijgen Sinai terug en in ruil daarvoor moest er vrede zijn tussen de Egyptenaren en de Israëliërs. En vrede betekent normalisatie van banden. Betekent dat jij omgaat met Israël als een normale buurland. Niet als een kolonist. Niet als een land dat is gesticht op de ruggen en bloed van andere mensen. Nee, je opent gewoon een ambassade daar en zij openen een ambassade bij jou. En er worden officiële handelsrelaties geopend. Mensen mogen vrij reizen tussen de landen enzovoort. Ik moet wel erbij vermelden, 1979 is nu wel een hele lange tijd geleden relatief. Maar tot de dag van vandaag heeft het Egyptisch volk dit nooit geaccepteerd. De Egyptische regering daarentegen is heel wat anders dan het Egyptisch volk zelf. Oké. In deze tussentijd, terwijl de burgeroorlog in Libanon bezig was, waren de Camp David-akkoorden ook gestart in 1979. Israël viel Libanon binnen. En hiermee was Israël het enige land naast Nazi-Duitsland en misschien ook fascistisch Japan, dat in de 20e eeuw al haar buurlanden heeft aangevallen. Toen het Libanon binnenging, klaar. Dat was gewoon, Israël heeft even alle boxes getikt, zeg maar. Ze hebben in eigen land heel veel mensen vermoord. Eigen land, wat je eigen land noemt. In Libanon, in Syrië, in Jordanië en Egypte. Er zijn geen andere buurlanden die ik ken van Israël. Maar ze hebben al hun buurlanden aangevallen. En dat was dan in 1979.
1978 of 1979, ik heb het niet uit mijn hoofd. Oké. Okay. De Camp David-akkoorden vonden dus toen plaats. En Israël was het eerste land in de regio dat, eerste Arabische land dat Israël officieel had erkend. 1982, nadat de Palestijnse vrijheidsorganisatie uit Libanon was weggestuurd. Ze werden weggestuurd van Libanon, dus waren eerst in Jordanië. Ze zijn daarna weggestuurd naar Libanon. En toen ze weggestuurd werden van Libanon, Egypte had in de tussentijd een vredesakkoord. Dus ze zouden de Palestijnse vrijheidsorganisatie niet gaan omarmen. Ze werden ver weggestuurd. Ze werden gestuurd naar Tunesië. Ze moesten helemaal weg vanuit Libanon naar Tunesië. Dat is waar ze gevestigd waren. In 1982, dus nu de Palestijnse gewapende milities weg zijn uit Libanon. 1982 vonden de christenen en de Israëliërs het hoog tijd om de Palestijnen in Libanon, die daar nog waren, burgers, mannen, vrouwen, kinderen, ouderen, mensen die geen wapens hebben, die hunzelf niet konden gaan verdedigen. Het was tijd om hen af te straffen, vonden zij. En in 1982 vond het bloedbad plaats van Sabra en Shatila. Sabra en Shatila zijn misschien... Dit bloedbad is misschien een van de diepste wonden die de Palestijnen vandaag de dag nog steeds met hen meedragen. Sabra en Shatila zijn gewoon twee vluchtelingenkampen. En het zijn niet tentenkampen. Een kamp bedoelen we dus echt in dat het mensen zijn die daar eerst in tenten kwamen wonen, maar daar uiteindelijk gewoon huizen hebben gebouwd en nu daar gewoon hunzelf reguleren in die regio. Dus twee kleine wijken, moet je het zo voor je zien. Twee wijken vol met alleen Palestijnse vluchtelingen. That's it. Die werden aangevallen door de christelijke en Israëlische milities. Ze kwamen binnen in hun vluchtelingen en ze spaarden geen hond. Alles wat ze voor zich zagen, met messen, met wapens, hebben ze allemaal vermoord, verkracht, afgeslacht. En meer dan paar duizend mensen zijn in 1982, in de paar dagen die ze daarvoor namen, zijn ze helemaal afgeslacht aan de handen van de christelijke en de Israëlische milities. Nou, de islamitische wereld zat in de jaren 80 in heel veel chaos eigenlijk. En ze waren bezig met van alles en nog wat. Palestina leek op sommige momenten gewoon vergeten. Dit is een minbar waar ik jullie een heel wat aantal lessen, bijna 10 lessen geleden, over had verteld. Dit is een minbar die meer dan 1000 jaar oud is. Hij is gebouwd door niemand minder dan Nuruddin Mahmoud. Nuruddin Mahmoud was de mentor van Salah al-Din al-Ayyubi. En Nuruddin Mahmoud bouwde deze minbar in de tijd dat Masjid al-Aqsa in de handen was van de kruisvaarders. En hij bouwde deze minbar met als doel dat hij zou moeten gaan leven totdat Masjid al-Aqsa was bevrijd, zodat hij die minbar daar met zijn eigen handen kon plaatsen. En subhanallah, hij redde het zelf niet, maar zijn leerling Salah al-Din al-Ayyubi was uiteindelijk degene die Masjid al-Aqsa had bevrijd. Daar had ik jullie over verteld. Toen ging al-Qadi Muhyiddin op de eerste Jumu'ah na de bevrijding van al-Aqsa op de minbar staan en gaf hij zijn historische speech. Je kan die allemaal nog terugvinden op YouTube, heb ik allemaal over verteld. Deze minbar stond in Masjid al-Aqsa tot en met 1969. Want toen kwam er ene Dennis Michael Rohan, een christelijke man uit Australië, die kwam wonen in Israël, die daar een nederzetting zeg maar, kwam bewonen in Israël. Die liep onopgemerkt Masjid al-Aqsa binnen en stak Masjid al-Aqsa in brand. In 1969. Masjid al-Aqsa stond in de fik. En deze minbar heeft het bijna niet gehaald. Hij is bijna volledig afgebrand. En dit is deze minbar is nogmaals meer dan 1000 jaar oud. Het is zo'n groot cultureel erfgoed van ons. Maar goed, dit is natuurlijk iets wat Israël graag doet. Ze vegen graag de 1400 jaar geschiedenis van moslims die aanwezig zijn op dat land, vegen ze heel graag weg. Deze man is geen Israëliër, hij is een Australiër. En deze man, hij was eigenlijk ook niet bekend bij de autoriteiten. En nadat de brand werd gesticht, Israël, het eerste wat ze deden, was dat ze ervoor zorgden dat er geen water was in de regio. En de Palestijnen die kwamen zelf met hun eigen emmers en met gewoon simpele spullen proberen het vuur te doven. Bijna heel de moskee was gewoon beschadigd door de brand. Israël zei dat er geen sprake was van brandstichting.
Dit is gewoon een kortsluiting van elektrische kabels die jullie niet goed hebben geïnstalleerd in jullie moskee, die jullie niet goed reguleren, want dit is niet eens heilig voor jullie. Is wat Israël zei. Totdat deze man kwam en zei, nee hoor, ik heb het gedaan. Dus die moest verschijnen voor de Israëlische rechtbank. En de Israëlische rechtbank die zei, jij bent gestoord en daarom spreken we jou vrij. Hij werd vrijgesproken op basis van dat hij niet bij zijn verstand zou zijn. Laat het daarbij. In hetzelfde jaar, in 1969, de aanleiding was de brand in Al-Aqsa, verzamelden alle moslimlanden zich, met nadruk op alle moslimlanden, alle moslimmeerderheidlanden in de wereld, en maakten ze een nieuwe, in 1969, maakten ze een nieuwe organisatie en die heet de OIC, the Organization of Islamic Cooperation, de grote organisatie voor islamitische samenwerking. Alle moslimmeerderheidlanden zitten hierin. Een aantal van de gezichten. Dit is Yasser Arafat, de leider van de PLO, die zich op dat moment president van Palestina noemde. Dit is Muammar Gaddafi van Libië. Dit is Malik Faisal van Saudi-Arabië. Ik weet niet zeker of dat Anwar al-Sadat is van Egypte. Maar heel veel andere gezichten, die kan je hier allemaal zien. Dit zijn allemaal leiders, emirs, koningen, presidenten van heel de Arabische en moslimwereld. Die allemaal samen zijn gekomen in 1969. Nou, de islamitische wereld liet op dat moment nog de Palestijnen voelen van we care. Wij vinden belangrijk wat er gebeurt in Palestina. En we doen ook ons best voor jullie. Nou, 10 jaar later, 1979, was er heel veel gebeurd in de islamitische wereld. En waarom ik dit noem is even om het contrast aan te tonen tussen wat er gebeurt binnen Palestina en wat er gebeurt daarbuiten. Nou, binnen Palestina zeiden we, 1967 werd er heel wat overgenomen door Israël. De Palestijnen werden onder directe militaire bezetting geplaatst van de Israëliërs. Maar in de rest van de islamitische wereld, wat gebeurde er daar? In 1979, 26 maart, had je de Camp David-akkoorden. Camp David was dus dat de Egyptenaren en de Israëliërs nu een vredesakkoord hadden. In 30 maart had je de Iraanse revolutie. 30 maart, de Iraanse revolutie is een hele belangrijke trouwens. Ik kan daar niet te veel over vertellen nu, maar het punt is, Iran was een land dat de grootste bondgenoot van Israël was in de regio. Dat zou je misschien nu niet verwachten. Maar Iran was de grootste bondgenoot van Israël in de regio samen met Turkije op dat moment. En Iran had een revolutie gekregen op dat moment, de islamitische revolutie. De Shiïten die kwamen, de Shiïtische islamitische beweging kwam aan de macht in Iran en gooide de Shah van Iran, die was getrouwd met de zus van de president van Egypte, by the way. De familie Link, begrijp. Die hadden ze toen op dat moment afgezet. En Iran werd een islamitische republiek. En een van de eerste dingen die Iran deed, was haar vijandigheid tonen aan Amerika en Israël en het Westen. Dood aan Amerika, dood aan Israël. Een van haar mantra's. En Amerika is de grote shaitan enzovoort. En ik ben het eens met de Albanese president. Je hebt een vraag. Ja. Nee. De Shah niet door het Westen. Je hebt het over... Dat is Mohammed Mossadegh in de jaren 50. Dus voor hem. De Shah is de beste vriend van het Westen. Dus dat is een ander verhaal. Maar ik wil niet te veel in de Iraanse geschiedenis gaan. Maar oké, 16 juli kwam Saddam Hussein aan de macht in Irak. Saddam Hussein. Misschien, ik weet niet of iedereen de naam kent of niet, maar ik kom er zo wel over terug. Saddam Hussein is de president van Irak. Gek gozer. Eigenlijk als je hebt geleefd in eind jaren 90, begin 2000, zou je moeten weten wie Saddam is, maar... Komt goed. 20 november gebeurde er iets in Mekka. Er kwam een man naar buiten en die zei, luister, mijn neef is de Mahdi. En 1979 is in de islamitische kalender 1400. En hij pakte de hadith aan de kop van elke eeuw, of het begin of eind van elke eeuw, komt er een mujaddid, een vernieuwer van de umma, die zal de zaak van de umma vernieuwen. En hij vond deze man, Juhayman al-Utaybi was zijn naam, hij vond dat het einde der tijden was aangekomen. Want wij kunnen alles zien via tv. En hij bracht enkele andere rare verklaringen. En wat hij deed is letterlijk, ze kwamen binnen met, althans hij vulde grafkisten vol met kalasjnikovs, met vuurwapens. En die bracht hij binnen met Salat al-Fajr in Masjid al-Haram in Mekka. En na Salat al-Fajr, in het seizoen van Hajj, deden ze alle deuren dicht van Masjid al-Haram
En hadden ze alle Hujjaj die binnen waren, met hun wapens vast, zeg maar, hadden ze hun als gijzelaars genomen. En wouden ze de Saoedische overheid en regering dwingen tot het aftreden. De jaartallen zijn ook heel belangrijk. Dit is 20 november en de Iraanse revolutie was 30 maart. Wij leven nu in een tijd waarin Iran en Saudi-Arabië aartsrivalen zijn. Dit was op dat moment ook iets wat daaraan bijdroeg, want wat ze deden was, de Saoediërs zeiden gelijk, dit is iets wat, waar Iran achter zit. Iran had hier niks mee te maken. Dit is een Saoedische fundamentalist. Hij dacht dat hij de Mahdi was, of zijn neef de Mahdi was. En vormde een beweging waarin ze de ahadith letterlijk één voor één over Mahdi. Mahdi is een figuur waar wij moslims in geloven, dat hij komt aan de einde der tijden om de moslims te gaan redden, bij wijze van. En natuurlijk de strijd aan te gaan met de Joden. Dus deze man die zat op deze manier ernaar te kijken. En dit was allemaal gebeurd in 1979. Het einde van dit verhaal is dat de Saoediërs zelf geen strijdkrachten genoeg hadden, geen expertise hadden om te vechten met iemand in Masjid al-Haram. Dus ze brachten de elite krachten van Frankrijk om het vuile werk voor hun te doen. Maar ze mochten Mekka niet binnen voordat ze ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah zeiden. Ja, broeder, vertel. De Saoediërs mogen een religieus gebied niet? En andere mensen wel? Mm-hmm. Dat verhaal is niet accuraat. Ik kan je daar na de les over vertellen, maar dat gaat niet over Palestina. Maar komt goed. Geen inshallah. 25 december viel de Sovjet-Unie Afghanistan binnen. En dit zorgde voor nieuwe dynamieken in de islamitische wereld. Onder andere dat Amerika in samenwerking met Saudi-Arabië een nieuwe groepering ging steunen, de Mujahideen, zo heette ze, de voorgangers van Al-Qaeda, om te gaan vechten in Afghanistan. Dus de focus op Palestina begon een beetje overal en nergens te zijn. Palestina was niet de enige zaak van de Arabieren. Zo begonnen ze naar te kijken. Er waren heel veel veranderingen. Dit was allemaal in één jaar, in 1979. En hetgeen wat direct invloed had op Palestina is uiteraard Camp David, dat de Egyptenaren een akkoord, vredesakkoord sloten met de Israëliërs. Oké, 1982. Ik had jullie net verteld over Sabra en Shatila. Voor de zwakhartigen onder ons komen foto's die een beetje moeilijk zijn om te zien. Dit is hoe het eruit zag in Sabra en Shatila. Het bloed en de geur van dood was overal. De Palestijnen, wat ze hier aan hebben moeten gaan lijden, is niet te plaatsen in woorden. De foto's en de beelden zijn gewoon vreselijk. Dat deze mensen dagenlang op straat bleven. Dat er überhaupt tijd was ervoor om foto's te maken. Dat de pers gewoon komt en dit vastlegt. En je ziet dat het bloed gewoon op straat is uitgedrukt. Subhanallah. En het is vreselijk. Het is natuurlijk heel vreselijk. En het ergste aan dit allemaal is dat het volk dat hierachter zit, een volk is die precies weet wat dit betekent. Een volk die veel onrecht heeft meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. En weet wat het betekent dat je massaal wordt vermoord om wie je bent. En niet eens in wat je gelooft, want niet allemaal waren gelovigen. Maar gewoon om wie je bent, wat je bloed is, bij wijze van, wat je etniciteit is. Maar oké. De Palestijnse bewegingen had ik net even heel kort over gezegd. De PLO, dat is de Palestijnse Vrijheidsorganisatie. Dat was een paraplu-organisatie van allerlei verzetsbewegingen van Palestina. En ik zeg paraplu-organisatie, want ze acteerden als een parlement. Ze hadden een president, Yasser Arafat. Ze hadden een leider die hun allemaal vertegenwoordigde in internationale gelegenheden. En ze hadden allemaal zetels en de Palestijnen konden stemmen. En dat deden ze echt op zeer creatieve wijze. Dat mensen, dat de Palestijnen altijd konden stemmen op wie hen vertegenwoordigt. De grootste fractie binnen de PLO is Fatah. Fatah is onder andere ook de eerste die is opgericht. De PLFP noemde ik net. Dat zijn de mensen die achter de kapingen waren van de vliegtuigen. Je hebt de DFPL, dat is de Democratic Front for Palestinian Liberation. Dus Jabhat al-Demokratia noemen ze zichzelf in het Arabisch. Is ook een linkse marxistische beweging. En het is opvallend dat de PLO was sinds 1982 gevestigd in Tunis, de hoofdstad van Tunesië.
En ze waren ver weg van Palestina. Dus de officiële organisatie die de Palestijnen moest gaan vertegenwoordigen, was nu gevestigd in een land waar twee andere landen tussen zitten. Dus ze zaten in Tunis en ze hadden Libië en Egypte tussen hun en het land dat ze willen vertegenwoordigen. Het is een zeer, om het maar zo te zeggen, een zeer ongemakkelijke situatie waar deze vertegenwoordiging eigenlijk was gevestigd. En het is interessant dat islamitische bewegingen waren er niet eigenlijk heel veel. In 1982 werd er een groep opgericht die heet Al-Jihad al-Islami, de Islamic Jihad Movement. Die bestaat tot de dag van vandaag nog steeds. Eén van de pijlers of de leiders van de strijd die vandaag de dag ook gaande is. Opgericht in 1982 met als doel het verzet te islamiseren bij wijze van. Ons doel is om ervoor te zorgen dat Palestina een islamitische kwestie is en niet alleen maar een Arabische kwestie. En je had een andere islamitische beweging die zeer actief was in Palestina, maar niet bezig was met verzet. En dat was de Moslimbroederschap. Ik heb ze even geschreven als de MB. Moslimbroederschap is een organisatie uit Egypte. En de Moslimbroederschap hield zich voornamelijk bezig met goede doelen. Goede doelen, yani, ervoor zorgen dat de armen te eten krijgen, ervoor zorgen dat de zakat goed wordt verdeeld, ervoor zorgen dat er wordt gezorgd voor de weeskinderen, ervoor zorgen dat, voor scholing, voor het opvoeden van kinderen, familiaire kwesties lossen ze allemaal op. Het was een beweging, een organisatie die overal in alle hoeken en in alle kampen van Palestina te vinden was. Allemaal waren ze gewoon heel erg actief bezig en heel het Palestijnse volk had wat aan de goede doelenacties van de Moslimbroederschap. Maar het bleef wel een organisatie met een stempel dat het niet Palestijns was, maar Egyptisch. Want de Moslimbroederschap is opgericht in de jaren 20 in Egypte en niet in Palestina. En dit zijn eigenlijk de islamitische bewegingen. Dat gezegd hebbende, als ik even terugga naar de vorige slide, de PLO over het algemeen was niet echt een islamitische organisatie, maar eerder een nationalistische organisatie met heel veel linkse bewegingen daarin. En het is niet gek, want de linkse bewegingen, je moet even de context van de vorige eeuw erbij pakken, die voor de jaren 80 speelde. En dat is dat je twee grootmachten had in de wereld, Amerika aan de ene kant en de Sovjet-Unie aan de andere kant. En wie was het kindje van Amerika in de regio? Dat is natuurlijk Israël. Dus het was eigenlijk heel logisch nadenken, dat als jij tegen Israël bent, je ook tegen Amerika bent. Dat is een beetje de gedachtegang en die kunnen we tot op dat punt kunnen we het prima volgen. Als je tegen Israël bent, ben je zeker ook tegen Amerikaans imperialisme. Maar op dat moment, in die line of thinking, als jij tegen Amerika bent, ben je met de Sovjet-Unie. En dat is een beetje waar de linkse bewegingen al hun ideologische steun vandaan halen. De Sovjet-Unie is de anti-Amerika en wij zijn anti-Amerika. En dat is ook waarom ik even in 1979 of even in de vorige slide nog even moest gaan noemen dat de Sovjet-Unie, of dat is een paar slides geleden, maar dat de Sovjet-Unie Afghanistan was binnengevallen. Dat zorgde natuurlijk ook wel voor dat, aan welke kant staat de Sovjet-Unie eigenlijk? De Sovjet-Unie was een staat die heel veel moslimlanden in Centraal-Azië binnen was gekomen en met man en macht, met heel veel geweld, had gede-islamiseerd. Islam moest niet onderdeel zijn van het openbare leven. In Oezbekistan, in Kyrgyzstan, in Kazachstan, in al die landen die onder directe Sovjet-invloed waren, die kun je, en de mensen die dat nog hebben meegemaakt, kun je met heel veel verdriet vertellen hoe het leven er daar aan toe ging. Deze Palestijnse bewegingen waren dus ook, veel van deze Palestijnse bewegingen waren dus ook niet bewegingen die per se islamitisch geïnspireerd waren. En er komt ook bij kijken dat natuurlijk heel veel Palestijnen ook geen moslim zijn, christenen onder andere. Maar wat ik hierbij ook wil gaan vermelden, is dat het voor hun eigenlijk helemaal geen islamitische zaak is. Dat ze bijvoorbeeld voor Al-Aqsa op moet gaan komen. Al-Aqsa moskee is iets Palestijns voor hun. En is iets Arabisch, want deze mensen zijn ook van, misschien op mindere mate dan Fatah, maar zien ook iets in het Arabisme. En het Arabisme is de trots van dat wij Arabieren één volk zijn. En dat is de redenering eigenlijk daarachter. De islamitische beweging die gaat haaks tegenover deze ideologieën staan. Want deze ideologieën staan niet in lijn met hoe bijvoorbeeld een beweging als Al-Jihad al-Islami, die was opgericht in 1982, ernaar kijkt. Al-Jihad al-Islami en welke andere islamitische beweging daarna ook zou gaan komen, die ziet meer dat Palestina een zaak van de heel de umma is. En niet alleen van de Arabische bewegingen. Van de Arabische landen of van de anti-Amerikaanse imperialisme, zeg maar, mensen die pro-Sovjet-Unie zijn. Nee,
Palestina is een zaak van deze umma. En alleen als de moslims zullen opstaan en hun eigen heiligdommen zullen gaan verdedigen, omdat Palestina onderdeel is van een heilige geografie waar wij in geloven, dan zal het Palestijnse volk nooit zegen vieren. Dat is hoe de islamitische beweging ernaar keek. Dus dit is het contrast dat ik wil gaan uitleggen met alle context nog voor de intifada was begonnen. Oké, de situatie in Palestina. De Palestijnen waren nu in Gaza en in de westelijke Jordaan-oever bezet sinds 1967. Wat betekent dat? Het betekent dat de Palestijnen die in 1948 allemaal zijn weggedreven uit hun huizen, zijn allemaal gegaan naar de westelijke Jordaan-oever, de Westbank, Daf al-Gharbiya, en aan de andere kant Gaza. Deze twee plaatsen zaten vol met Palestijnen die niet werden geregeerd door de Israëliërs. Maar sinds 1967 werden ze geregeerd door Israël onder militaire bezet. En onder militaire bezetting word je niet geregeerd als een normale burger. Nee, in feite, de Palestijnen die dus wonen op hun eigen grondgebied, hadden geen paspoorten. En het enige wat ze hadden om zichzelf te gaan identificeren, bij wijze van bij het militair bezet dat nu officieel over hen regeert, was een verblijfsvergunning. Stel je voor dat jij leeft in jouw eigen land waarin jij bent geboren, waar jij generaties lang in hebt gewoond, nu het moet doen met een verblijfsvergunning. En een verblijfsvergunning kan altijd van je worden afgepakt. Kijk, dat is heel anders dan als je een paspoort hebt. Als je een paspoort hebt, je paspoort kan verlopen. Maar je staat nog steeds in het systeem, je hebt een BSN, je bent onderdeel van dat land. Maar een verblijfsvergunning is iets wat, als het verloopt, dan moet je weg. Een verblijfsvergunning is iets wat altijd ingetrokken kan worden. Je bent eigenlijk niks waard. Dat is eigenlijk wat je bent voor de Israëlische bezet. Daarbij was het Palestijnse volk voor de Israëliërs een soort lage lonenklasse. Kom maar werken binnen Israël. Kom maar naar Asqalan, kom maar naar Tel Aviv, kom maar werken bij ons. En jullie wonen in Gaza, jullie wonen in Al-Quds, jullie wonen in welke andere stad dan ook van de Palestijnen, waar de Palestijnen met name wonen. En jullie pakken de bus en met de bus komen jullie gewoon bij ons en dan komen jullie werken voor ons. En heel veel Palestijnen, omdat de Israëliërs dit natuurlijk heel goed hebben ingecalculeerd, die hadden geen andere keuze. Geld moest verdiend worden. Naar buiten konden ze niet, want als ze naar buiten gingen, konden ze niet meer terug, heel vaak. Dus wat er gebeurde, was dat de Palestijnen voor een groot gedeelte begonnen te werken bij de Israëliërs. Nou, er waren kleine confrontaties hier en daar dat iemand op eigen titel opstond en een of andere actie deed van een molotov cocktail gooien, een stenen gooien, naar de grenzen gaan, vechten met politieagenten, whatever. Maar het waren allemaal individuele, niet gecoördineerde bewegingen die allemaal plaatsvonden. De enige grote dingen die gedaan werden, zoals we hadden genoemd, zoals het kapen van vliegtuigen en het gijzelen van het Israëlische sportsteam, dat zijn allemaal dingen die gebeurden buiten de gronden van Palestina. Allemaal in het buitenland. En hier zou een kantelpunt in gaan komen. Want er gebeurde iets in 1987. En dat is 8 december 1987. Nog één kleine detail hiervoor. De Arabische Liga die is samengekomen in 1987 zelf. En de Arabische Liga komt elke zoveel jaar samen om te praten over Arabische kwesties. En Palestina stond niet op de agenda. Dus dan zie je, het Palestijnse volk voelde zich in deze volledige context vergeten, geïsoleerd en zelfs verlaten door haar eigen Arabische broeders en Arabische buurlanden. Dus Palestina op dat moment voelde zich, de Palestijnen voelden zich geïsoleerd. 8 december 1987. Er is iets opvallends aan deze datum. Want wanneer hadden we gezegd dat de Nakba was? 1948. Hoeveel jaar is dit na de Nakba? Ongeveer 40 jaar. Ongeveer 40, dus 39 jaar. Ongeveer 40 jaar na de Nakba. Hoeveel jaar geleden is dit nu ongeveer? Ongeveer 40 jaar. Hou dat vast. Oké. 8 december 1987. Gebeurde er iets opvallends. 4 Palestijnen die in een auto zaten, die kwamen terug van hun werk buiten Gaza en wouden Gaza binnenkomen. Bij de checkpoint waarin ze stonden, want je hebt natuurlijk altijd checkpoints waar je langs moet gaan. Het leger moet jou controleren, moet weten wie je bent. Je moet je verblijfsvergunning laten zien. Je wordt gecontroleerd door het Israëlische leger. Wat gebeurde er toen? Terwijl deze stonden in hun auto, kwam er een Israëlische terrorist. En die reed deze Palestijnen keihard aan en vermoordde daarmee 2 van de 4. En dit was op 8 december 1987. De Palestijnen waren woedend.
Want deze man kon gewoon op vrije voeten lopen. Net zoals we net hadden gesproken over die man die Lachs in de fik stak. Hij werd gewoon vrijgelaten, er was niks aan de hand. Zo gingen de Israëli's hiermee om. De Palestijnen waren woedend. En hun genese, dat zij hun pakten en gingen begraven, werd een demonstratie. En de Palestijnen waren aan het demonstreren en woedend waren ze op dat moment. En terwijl ze woedend waren, begonnen ze de Israëlische politie op te zoeken. En ze wouden met hen gaan knokken. En wat er gebeurde was dat de jongens in deze demonstratie, in deze loopmars die ze eigenlijk aan het houden waren, jongens, tieners van 15, 16 jaar, stenen op de grond zagen, de stenen pakten en begonnen te gooien op de Israëlische soldaten en de Israëlische politieagenten. En wat dat is een soort eruptie, een explosie, een uitbarsting, oftewel een intifada. Het volk stond op en ze pikten het niet meer. Op dat moment, de Israëlische politie die twijfelde niet eens en begon gelijk te schieten op deze demonstranten. En dit zorgde er alleen maar voor dat de Palestijnen nog woedender werden. Elke keer dat er een genaza werd gebeden voor de mensen die werden vermoord door de Israëliërs, werd het nog een demonstratie. En deze demonstraties eindigden allemaal in het gooien van stenen en dat de Israëliërs aan het schieten waren met kogels. En deze stenen die raakten de Israëliërs zeker. En de Israëliërs waren er zeker bang van, want het werd alleen maar erger en erger. 8 december 1987 is officieel de datum van het begin van de eerste intifada. De Palestijnen hadden met de gelimiteerde middelen, zonder een PLO die hen vertegenwoordigde in Palestina, zonder een gecoördineerde organisatie die tegen de Palestijnen zei, en nu moeten jullie opstaan en nu gaan jullie vechten, zonder wapens die in hun handen waren. Nee, het Palestijnse volk gewoon puur op woede en emotie en het gevoel dat iedereen hen is vergeten en zij dagelijks leven in deze onrecht die oneindig was. Oneindig, het ging maar door en de wereld was hen maar steeds meer en meer in de steek aan het laten. En de Palestijnen, die hielden het niet meer. Ze stonden op, ze ontploften, de intifada was begonnen. En dat was begonnen in Jabalia in Gaza, Mukhayem Jabalia. Waarom wou ik dit ook nog erbij gaan noemen? Jabalia is een plaats in Gaza die altijd al een probleem is geweest voor de Israëliërs. En tot de dag van vandaag, Jabalia, het Israëlische leger is er meer dan 10 keer in geweest om het volledig kapot te maken. En elke keer worden er weer raketten geschoten vanuit Jabalia. Jabalia is een plaats in Gaza. Allahu alam wat er daar in het water zit. Er komen er alleen maar de sterkste soldaten komen daar gewoon vanuit. En die mensen die geven maar niet op, subhanallah. Dat geldt eigenlijk voor heel Palestina. Een intifada was begonnen. Er zijn heel veel foto's die je kan vinden die allemaal gewoon iconisch zijn als je er zo naar kijkt. Jonge jongens met gewoon van deze slingshots die touwen pakken en stenen pakken, de weg breken en beginnen te gooien op de Israëlische soldaten. Nou, een week later kwam er zo een persbericht naar buiten. En dit is een historisch bericht. En dit is een week later, nogmaals, we hadden gezegd, er is geen PLO die nu in Palestina weet wat er precies gaande is en de Palestijnen hierin vertegenwoordigt. Deze bayan, deze persbericht, hierin werd er geopend met Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu, isbiru, wasabiru, warabitu, wattaqullaha, la'allakum tuflihun. O jullie die geloven, heb geduld en wees standvastig en weet dat Allah jullie zal gaan steunen. En wees godsvrezend, zodat Allah subhanahu wa ta'ala jullie, ik zeg het verkeerd, warabit, wattaqullah, wees godsvrezend, ittaqullah, zodat Allah jullie succesvol zal maken. En hierin werd er duidelijk gemaakt, een bericht naar Israël. Alles wat jullie doen aan geweld en moord en wat jullie aan het doen zijn aan onderdrukking, zal er alleen maar voor zorgen dat wij nog meer tegen jullie gaan vechten. Geweld is niet de oplossing. Hoe meer jullie gaan vechten tegen ons, des te meer wij zullen gaan opstaan om onszelf te gaan verdedigen. En ze zeggen in een hele mooie stukje van een gedicht, waarin staat, wa ana al-ghariqu fama khawfi min al-balali. Hij zegt, ik ben de verdronkene, waarom zou ik bang zijn van nat worden? Met andere woorden, yani, wij hebben niks. Wij zijn Palestijnen, wij zijn onderdrukt, wij zijn alles. Denk jij dat ik bang ben van kogels die op mij gaat schieten? Wij zijn niet bang hiervoor. En ze sluiten af met de ayah in de Koran, وَلَا تَعْلَمَنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينَ. En jullie zullen dit bericht gaan begrijpen
Badahin, later, tot op een later moment, of wat dan ook. En dan wordt er afgesloten met Harakat al-Muqawma al-Islamiyya. De islamitische verzetsbeweging. Nooit eerder hebben de Palestijnen gehoord van Harakat al-Muqawma al-Islamiyya. Harakat al-Muqawma al-Islamiyya betekent nogmaals de islamitische verzetsbeweging. That's it. In hun volgende persberichten begonnen ze dit in te korten en gebruikten ze Hams. Zo schreven ze het in het begin. En toen dachten ze van Hams klinkt een beetje heel raar. Laten we er een andere naam voor gebruiken. En ze gebruikten de naam Hamas. Hamas was geboren in 1987 en dit was hun eerste persbericht dat de deur uitging. En ze zeiden het toen al, hoe meer geweld jullie tegen ons zullen gebruiken, des te meer geweld wij tegen jullie gaan gebruiken. Ik ben de verdronkene, waarom ben ik bang van een beetje water? Dat is vanaf dag 1 de statement die is geweest en ze zeiden, وَلَا تَعْلَمَنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينَ. Jullie zullen dit bericht later gaan begrijpen. En dit is subhanallah bijna 40 jaar sinds dit was gebeurd. En de sheikh Ahmed Yassin, rahmatullahi alayh, is bekend geworden als de oprichter van Hamas. Hamas is niet opgericht door één man. Hamas is opgericht door 7 mannen. 7 mannen die de beweging hebben gebracht naar 7 oktober, tot de dag van vandaag. Sheikh Ahmed Yassin werd gepakt door de Israëlische autoriteiten een jaar of 2 nadat de intifada was begonnen. Hij is een sheikh die in een rolstoel zat. Zijn nek was gebroken toen hij 15 jaar oud was, dus hij kon niet lopen. Hij was volledig verlamd in heel zijn lichaam. Maar hij werd op brute wijze gemarteld in de gevangenis. Zo erg dat zijn borst blauw was geworden van de stoten die hij erin kreeg. Zijn gezicht werd dagelijks ingespuugd door de vieze Israëlische soldaten in de gevangenis. En Sheikh Ahmed Yassin heeft geleefd tot na de intifada. En we gaan inshallah een aantal lessen hierna ook nog over hem praten binnen de talen. Maar verder over de intifada. Dit is een foto, een modernere foto, niet van 1987, van iets in de 2000 nog iets. Dit is, zouden jullie kunnen raden wat voor gebouw dit is? Misschien weet iemand het. Hotel? Nee, geen hotel. Nee, geen ministerie van Binnenlandse Zaken van Gaza. Nee, die zat toch onder de ziekenhuis? Of, Ze zegt hoofdkantoor van Hamas. Maar oké, nee, dat is geen hoofdkantoor van Hamas. Dit is de Islamitische Universiteit in Gaza. De Islamitische Universiteit van Gaza was in 1987 nog niet een heel gigantisch groot gebouw, maar ik dacht, ik plaats even de foto erbij. Want de universiteiten in Palestina waren instrumenteel in de intifada. De universiteiten waren de plaatsen waar alle studenten in hun studentenvakbond en hun studentenverenigingen allemaal massaal elkaar aan het mobiliseren waren van wij moeten stenen pakken en gaan vechten en we don't care wat er gaat gebeuren. We moeten opstaan en het enige doel dat de Palestijnen hadden is wij gaan door totdat wij Palestina bevrijden. Dat was het hele sentiment. En tot op dit moment waar ik nu over praat, de PLO heeft nog geen enkele statement gemaakt. De PLO, nogmaals, de officiële vertegenwoordiger van de Palestijnen, had nog geen statement gemaakt. De universiteiten daarentegen, die waren al massaal aan het bewegen om het volk in beweging te krijgen om te vechten tegen het Israëlische bezet. En nogmaals, vechten is niet dat zij mensen gingen vermoorden. Vechten was dat zij zich met geweld tegen de Israëlische onderdrukking gingen verzetten. Ik heb deze foto even erbij geplaatst om één ding duidelijk te maken. En dat is dat deze universiteit heel erg veel verzetstrijders naar voren heeft gebracht. Waardoor Israël dit ook totaal niet wou sparen. Dit is wat er is gebeurd in november van vorige maand. En het is expres. Ze zijn daarna nog binnen geweest. Ze hebben daarna nog geprobeerd zoveel mogelijk documenten en boeken en alles te stelen en te verbranden. En het kapot te maken zodat het nooit meer zal zijn wat het is geweest. Maar, little did they know, mensen worden niet gebouwd door wat dingen die er staan op papier. Ja, je zal een heel volk moeten uitroeien. Zou je echt alles willen wegvegen wat hierin werd geleerd. Laten we hem op het einde doen, inshallah. Ja? Oké. Heel het volk deed mee. Niet alleen de universiteiten, nee. De moskeeën en de kerken werden allemaal instrumenten die de Palestijnen gebruikten. Want de instrumenten die de Palestijnen hadden waren veel. Ze hadden geen wapens nogmaals. Maar wat ze deden was bijvoorbeeld dat elke Jumu'ah, Salatul Jumu'ah, was een moment van verzameling. En de khutbah was altijd een manier om de mensen emotioneel op te laden en op te gaan staan
En na de Jumu'ah werden gelijk de confrontaties opgezocht met de Israëlische autoriteiten. Maar ze niet alleen op vrijdag. Op de zondag gaan de christenen natuurlijk naar de kerk. En dan gingen alle moslims zich verzamelen buiten de kerk. Totdat de christenen klaar waren met bidden. En dan kwamen de christenen naar buiten. En samen met hun moslimbroeders gingen ze de confrontatie en strijd opzoeken met de Israëlische autoriteiten. En je zag, zo werden de universiteiten, de kerken en de moskeeën instrumenten voor de Palestijnen om te gaan gebruiken. Maar dat was niet alles. De Palestijnen gingen nog verder. De Palestijnen kwamen met een heel nieuw concept. En dat is van, als wij in opstand zijn gekomen, waarom werken wij nog voor de Israëliërs? Dat doen we niet meer. Wij gaan ze boycotten. Nee, wij zetten heel de economie op zijn gat. Niemand gaat werken. Wat deden ze? De eerste paar maanden in de Intifada werden er telkens dagen in de week uitgekozen dat alle winkels dicht waren. En niet met de keuze van de Israëlische autoriteiten of een officiële vakbond in Israël of wat dan ook. Nee, het Palestijnse volk bepaalt wanneer alles open en dicht ging. En de Israëliërs konden hier niks aan gaan doen. De Palestijnen waren bezig met zichzelf organiseren in verschillende burgerlijke comité's om zo op deze manier het bericht van A naar B te kunnen krijgen. Er was geen social media, er was geen internet. Alle telefoons zijn getapt. Dus wat deden ze? Ze gingen in het geheim persberichten drukken. En deze persberichten werden in het geheim en op momenten dat, laten we zeggen, op plaatsen dat de Israëlische autoriteiten niet aan het kijken waren, werden ze allemaal geplakt op verschillende plaatsen. Werden duidelijk gemaakt wanneer er een staking plaats zou gaan vinden en wanneer deze winkels dicht zouden gaan. Hier hielden de Palestijnen het er niet bij. Wat ze ook gingen doen, was ze gingen wegen afsluiten. Ze gingen wegen afsluiten en barricades plaatsen, zodat Israëlische voertuigen niet er langs konden. Of wat ze deden, ze gingen kleine Molotov cocktails maken die ze gingen gooien op Israëlische wagens als ze bepaalde straten en wijken binnenkwamen. En zo waren er enkele wijken die bekend stonden als wijken waar Israël extra rekening mee moest gaan houden. Nu was een van de bewegingen waar Israël ook extra rekening mee moest gaan houden niet meer alleen de PLO, Fatah en haar mensen die verspreid waren over de Palestijnse gronden, die nog communicatie hadden met de PLO in Tunis of wat dan ook. Nee, nu hadden ze te maken met een hele andere beweging. Nu hadden ze te maken met het islamitische verzet. Het islamitische verzet die erin gelooft dat als wij opstaan en vechten voor onze eigen vrijheid, vechten zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt, أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لشديد الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع إلى آخر الآية waarin Allah subhanahu wa ta'ala zegt er is toestemming gegeven aan de gelovigen om te vechten om zichzelf te verdedigen. Zij die hun huizen uit zijn gezet omdat zij zeiden Allah is onze Heer. Dit was een vers. Dat was neergedaald op de moslims die uit Mekka werden gedreven door de Mekkanen. En dit is een vers dat vandaag de dag nog steeds geldt voor de Palestijnen die hun huizen eruit zijn gekikt. En bij Allah subhanahu wa ta'ala het recht hebben gekregen om zichzelf te verdedigen. Het islamitische verzet dat inziet dat vechten voor je eigen vrijheid jou direct een shahada geeft, martelaarschap en daarmee naar al-Jannah. Het moraal van het volk was ultra hoog. Extreem hoog. En de PLO, een maand nadat al-Intifada was begonnen, bracht ook haar eigen statement naar buiten en de PLO opereerde zo snel mogelijk weer als de officiële leider van de Palestijnse intifada, deze Palestijnse revolutie. Maar de Israëlische autoriteiten, nogmaals, hadden nu ook te maken met een islamitische verzet. En deze islamitische verzet, zoals ik net had gezegd, ik had het net gehad over de moslimbroederschap, dat werd gezien als een Egyptische organisatie. Hamas op dat moment was geen Egyptische organisatie. Dat was een Palestijnse organisatie. Maar ze hadden het volledige infrastructuur van meer dan 30.000 leden die overal verspreid waren in heel Palestina. Die in alle moskeeën te vinden waren, in alle scholen te vinden waren, in alle opvoedcentra te vinden waren, in alle weeshuizen te vinden waren. Want deze mensen waren alleen maar bezig met op dat moment nog de goede doelen, de acties van goede doelen voor familiaire kwesties, voor het zorgen voor de armen, het zorgen voor de gezinnen, het zorgen voor deze behoeftigen. En op dat moment werd het een islamitische strijd of kreeg het ook een islamitisch sausje, moeten we erbij gaan zeggen. Israël, die is natuurlijk heer en meester in het onderdrukken van mensen. En op dat moment was de minister van Defensie, was Yitzhak Rabin. En Rabin, die later ook de president van Israël werd, niet veel later. Wat hij deed, was hij bracht een nieuwe beleid om hiermee om te gaan. Hoe ga je om met Palestijnen die zich hiertegen gaan verzetten? Dit beeld is een beetje gevoelig voor degene die niet wilt kijken. Maar
Dit is gewoon opgenomen. En alhamdulillah dat het nog steeds bestaat. Je kan hier... Oh, hij is heel onduidelijk. Nou, je kan een man zien die zo met zijn hand zo aan het slaan is. Wat is hij aan het slaan? Wat hij doet is, hij pakt de arm van iemand en hij is hem aan het breken. Dat is wat ze aan het doen zijn. Yani, als ik even nog een keer doe, ik kan hem misschien zo weer even zien. Je ziet dat ze hier, ze brachten hun beleid van het breken van botten. Alle Palestijnen die werden gepakt, toen ze stenen aan het gooien waren, de Israëliërs dachten van, hun vermoorden helpt niet, want dan worden ze helden. Wat doen we? We gaan ze pakken en we gaan hun botten breken, zodat ze het nooit meer gaan doen. Maar dat was niet genoeg, want de Palestijnen gingen gewoon verder. They didn't care. Een gebroken bot, die herstelt wel weer, en dan kan ik weer opstaan en kan ik weer gaan vechten. Want de intifada, beste mensen, duurde 6 jaar. Het was niet iets van 2 weken. Nee, nee, nee. Het was geen demonstratie zoals wij die hier doen. Of zoals wij al nu moe zijn na een paar maanden dat Gaza wordt gebombardeerd, dat we al bijna vergeten dat we nog moeten opstaan en boycotten en moeten gaan steunen enzovoort. De Palestijnen gingen 6 jaar lang door. Maar, wat is er hier gaande? De Israëliërs zijn keihard de Palestijnen terug aan het slaan. Dat is niet het enige wat ze deden. De Palestijnen werden... alle dingen heb ik net genoemd. De Palestijnen werden massaal de gevangenis ingegooid. In de intifada zijn er meer dan 100.000 Palestijnen gevangen genomen. Deze 100.000 Palestijnen, denk je dat ze gewoon zaten in de gevangenis en that's it? Nee. Een van de meest voorkomende dingen die de Palestijnen moesten meemaken in de gevangenis was sowieso... De eerste dag moesten ze verwelkomd worden met scheldpartijen, in elkaar geslagen worden, gespuugd worden in de gezicht. En dan vanaf dat moment is het afhankelijk van wat jij hebt gedaan, hoe erg zij jouw leven in de gevangenis gaan maken. Sommige gevangenen vertellen dat hun geslachtsdelen werden geëlektrofiseerd. Met elektriciteit werden ze aangevallen op hun geslachtsdelen. Anderen, hun ribben werden gebroken, zodat ademhalen gewoon heel veel pijn deed. Sommige Palestijnen hadden ze hun ogen eruit gehaald in de gevangenis. Andere Palestijnen, ze braken meer dan 50 botten in hun lichaam. Andere Palestijnen vertellen over hoe uitwerpselen over hun heen werden gegooid. Andere mensen moesten gaan slapen als een kip in het spies, zeg maar. Dan doen ze hun armen bij hun knieën, dat ze zo vasthouden, doen ze een stok eronder. En dan draaiden ze om en moesten ze de hele nacht zo gaan blijven slapen. Wat het doet is, je leunt, heel je lichaamsgewicht leunt op je onderarm. En het heeft voor sommige Palestijnen gewoon deukjes in hun armen gezorgd. En heel veel mensen zijn er niet uitgekomen als mensen, althans, laat ik het zo zeggen. Het is verbazingwekkend hoeveel van deze Palestijnen voor de camera hun verhaal hebben kunnen vertellen en er nu over kunnen lachen. Want ik denk dat als wij deze beelden alleen zouden zien, wij getraumatiseerd zouden raken. En deze mensen praten met jou alsof ze het hebben over een vechtpartij op de middelbare school. Dat is wat ze hadden meegemaakt. De Palestijnen gingen ook in de gevangenis door met het verzet. Wat deden ze? Heel veel van de Palestijnen die gevangen werden genomen, waren leiders van Fetah, leiders van de islamitische jihad, leiders van Hamas, leiders van al deze islamitische bewegingen. En leiders van alle verzetsbewegingen. Mensen die de pamfletten aan het drukken waren. Mensen die de coördinatie aan het doen waren. Mensen die de molotovcocktails aan het maken waren. Er waren allemaal verschillende mensen. En deze mensen, ze moesten communiceren met de buitenwereld. Een van de meest ludieke acties die ze deden, was dat er waren heel veel gevangenen, mensen die gevangen werden genomen en heel snel weer vrijgelaten werden. Waarom? Want de Israëliërs die pakken iemand, 3 weken lang, helemaal kapot slaan, oog eruit halen, botten breken, alles, en terugsturen op straat. En laat zijn ouders hem maar ophalen, of zijn familie hem maar ophalen, zodat iedereen ziet, kijk wat deze persoon heeft meegemaakt, laat mij hier niet aan beginnen. Is dat ze dachten dat het zou gaan gebeuren. De Palestijnen reageerden hier heel anders op. Hun reactie hierop was, oh, hij heeft maar 1 oog verloren. Hun reactie hierop was, oh, ik zit wel in een rolstoel, maar hij is helemaal verlamd. Oh, deze heeft 2 armen verloren, ik heb maar 1 arm verloren. De Palestijnen reageerden hier heel sportief op. Waarom? Want... Als 1 arm de prijs is die ik moet betalen om Palestina te bevrijden, wallahi, als ik 5 armen zou hebben, hier, neem ze maar. Dat is hoe de Palestijnen erin stonden. En een van de ludieke acties die ze deden om bijvoorbeeld berichten naar de buitenwereld te krijgen, is dat ze hele kleine teksten gingen schrijven die extreem klein waren. Een van de gevangenen vertelt dat het soms om 50 pagina's ging, 15 kantjes, moet je je voorstellen. Maar ze schreven het zo klein... Dat ze het gingen oprollen en dan in een buisje gingen stoppen. En dan in een polyester zakje gingen zetten en gingen inslikken. Want dat verteert niet in je lichaam.
En dan als iemand de gevangenis uitkomt, kon hij het eruit halen en kon hij alle berichten eruit halen en berichten verspreiden. De leiders binnen de gevangenis zeggen, dit en dit is wat er moet gaan gebeuren. En ze werden vanuit de gevangenis, werden er nog steeds ludieke acties op straat gecoördineerd. Eén van deze acties, bijvoorbeeld die Israël gek had gemaakt, was dat Sheikh Ahmed Yassin, waar we het net over hadden, oprichter van Hamas, dat een van zijn, of althans een aantal maanden nadat hij vastzat, er gewoon een pamflet in zijn naam werd geschreven. En de Israëliërs werden helemaal gek. Van hoe kan dit? En hoe heeft hij dit naar buiten gekregen? En wie zijn de leiders dan die er zijn? Enzovoort. En de Israëliërs dachten dat als wij telkens de leiderschap van een bepaalde verzetsbeweging vastzetten in de gevangenis, dan zal de intifada wel uiteenbrokkelen. Want zij verwachten, tot zeker diep in 1991, dachten zij nog dat de intifada iets was. De intifada was een beweging dat werd gecoördineerd door een verzetsbeweging. En die heeft een leiderschap. En die leiderschap kon je afbreken, is wat ze dachten. Wat ze niet hadden verwacht, was dat de beweging, Hamas, die was geboren in 1987, extreem voorbereid was. Hamas had meer dan 8 lagen aan leiderschap. Als de eerste leiders de gevangenis in zouden zijn, hadden ze de tweede laag. Als die in de gevangenis zouden zijn, hadden ze de derde laag. Als die in de gevangenis zouden, en zomaar verder, tot aan de 8e divisie, die allemaal de leiderschaprol konden overnemen, omdat er een andere divisie in de gevangenis zit. Dus er moest wel altijd een leiderschap zijn buiten de gevangenis. En tot aan het einde van de intifada hadden ze deze verzetsbewegingen niet volledig vast kunnen gaan zetten. Oké, dan heb ik een kleine video hier van de verraders. Waarom? Want een groot gedeelte van wat de intifada zo extreem moeilijk had gemaakt in 1987, of überhaupt in al die jaren dat ze bezig waren, waren de Palestijnen die onderdeel waren van de stenengooiers die eigenlijk verraders waren. Die eigenlijk alleen maar berichten aan het doorsluizen waren naar de Israëliërs. Die hen belangrijke berichten door aan het geven waren. En hier is iemand die gewoon heel trots vertelt over wat hij deed in de eerste intifada. Moet je eens luisteren. Hij zegt... Oké. Deze man vertelt, hij zegt, ja kijk, ik was gewoon in 1987, wat ik deed was, als er werd mij gewoon verteld van, als jij bepaalde berichten hebt die heel belangrijk zijn, waarin bepaalde leiders bepaalde dingen hebben gedaan, geef dat door aan deze en deze soldaat. En dat ging dan niet doordat hij ze ging ontmoeten of zo. Nee, dat was dat ze bepaalde punten gingen afspreken, een bepaalde codetaal gingen afspreken en op deze manier kon hij de berichten doorsluizen. En hij vertelt nog heel trots. Hij zegt, ik vind dat wat ik heb gedaan het correcte was. En hij zegt nu, gewoon op tv, zegt hij, ik ben een trotse Israëliër. Praat met een plat Palestijns accent, maar zegt, ik ben een trotse Israëliër. Want, moet je eens kijken, er waren 3 mensen die mij hebben proberen te vermoorden. 2 van Hamas en 1 van Fatah. Weet je waar die zijn? Ze zijn dood. Weet je waar ik ben? Ik leef, is wat hij zei. Dat is zijn kortzichtige kijk naar de wereld. Dat zijn miserabele, om maar even geen ander woord te gebruiken, zijn miserabele leven is meer waard dan de nobele dood van de mensen die zich gingen verzetten tegen onrecht en gingen vechten met hun levens, gingen vechten tegen het bezet van hun eigen grond. Maar oké, ik zal de link naar deze video wel eronder zetten, ik ga gewoon verder nu. Volgens Bezalem, trouwens, een Israëlische mensenrechtenorganisatie, waren er meer dan 1000 Palestijnen die officieel op de loonlijst stonden van de Israëlische geheime diensten, om hen gewoon tijdens de intifada, om hen te gebruiken als omela, als verraders die hen van informatie konden gaan voorzien. Nou, in 1991 beseften de Palestijnen, als wij verder gaan met de boycotts en de stakingen die wij vandaag de dag aan het doen zijn, dan gaat het Palestijnse volk er meer onder lijden dan het Israëlische volk. Want wij moeten ook leven. Ons brood moet gebakken worden, ons geld moet verdiend worden, ons huur moet betaald worden. We kunnen niet dagelijks sluiten en dat soort dingen. Dus de Israëliërs waren alleen maar aan het escaleren in hoeveel geweld zij gebruikten tegen de Palestijnen. Hamas op dat moment, in 1991, richt een nieuwe tak op binnen haar eigen politieke beweging. En ze noemen het Kata'ib Azzedine al-Qassam. Kata'ib Azzedine al-Qassam betekent de Qassam Brigades. Azzedine al-Qassam hebben we een aantal lessen geleden behandeld, wie deze man is, uit de jaren 30.
die zich had verzet tegen de Britse kolonisatie van Palestina. Kata'ib Azzedine al-Qassam begonnen met hun gewapende acties tegen de Israëliërs. Ze kochten op de zwarte markt wapens. En een van de meest ludieke acties die ze deden, of een van de meest effectieve acties die ze deden, was dat ze een Israëlische soldaat gingen gijzelen in 1991. En wat ze zeiden is, jullie bevrijden. Wij willen Ahmed Yassin terug. Sheikh Ahmed Yassin moet bevrijd worden. En dan mogen jullie deze soldaat weer hebben. En de eerste keer mislukte dat. En werd uiteindelijk de soldaat vermoord door Kata'ib al-Qassam. Maar een aantal pogingen daarna was dat wel gelukt. De Palestijnen die draaiden heel de situatie om en maakten hier een gewapende strijd van. Israël die pakte een aantal honderd leiders van Hamas en die vond dat het gewoon tijd was om deze mensen uit te zetten. Want het helpt niet. Deze mensen vermoorden maakt ze allemaal helden. Deze mensen vastzetten, dan zullen ze coördineren en wat dan ook. Maar als we ze gaan uitzetten, in het buitenland gooien, dan zullen ze een leven moeten gaan bouwen in het buitenland. En zullen ze, voor je het weet, misschien gaan wonen in Qatar of de Emiraten of Saudi-Arabië of wat dan ook. En dan zullen ze daar een leven hebben en zullen ze, net zoals de PLO, ver weg zijn van ons. En zullen ze veel minder hoofdpijn zijn voor ons. De PLO die was natuurlijk telkens op de vlucht aan het slaan en was altijd, had moeite en accepteerde het feit dat zij hun hoofdkantoor eerst in Jordanië hadden, dan hun hoofdkantoor in Libanon hadden en dan hun hoofdkantoor in Tunis. Op dat moment werden al deze leiders van Hamas en de islamitische jihadbeweging geplaatst in het zuiden van Libanon. En om specifiek te zijn, in een plaats die heet Marj al-Zuhur. Marj al-Zuhur is een berg, gewoon echt een gebergte, er is niks. Er is gewoon een weg die gaat naar Palestina en een weg die gaat naar Libanon. En het is winter en het sneeuwde daar. En ze zetten ze gewoon daar met wat ze hebben. That's it. Ze hebben geen geld op zak, ze hebben niks. Wat ze deden, deze 400 iets man, is ze zochten naar materiaal om een kamp op te zetten. Ze zetten een kamp op en ze bleven daar zitten en ze zeiden, wij gaan nergens heen. Palestina is ons land en wij zullen niet accepteren dat wij onszelf moeten gaan formeren ergens in een ander land, waar dan ook. Wij zijn een Palestijnse beweging, wij moeten in Palestina zijn. That's it. En wat er gebeurde, wat Israël niet had verwacht, was dat er wereldwijd media-aandacht was gekomen voor Marj al-Zuhur. Marj al-Zuhur werd gewoon een soort mekka voor journalisten. Journalisten waren continu die kant op aan het gaan en ze vroegen deze pacifistische, Gandhi-achtige mensen, dat ze er op dat moment uitzagen, die gewoon voor de grens gingen zitten en niet wouden gaan bewegen, die vroegen hen, wat willen jullie? En ze zeggen op Martin Luther King-stijl van, ja, wat wij willen is, wij willen vrijheid, wij willen rechtvaardigheid, wij willen terug naar ons eigen land, wij gaan nergens naartoe, we blijven hier. En onder internationale druk van de media zorgden de Palestijnen er toch uiteindelijk voor dat zij terug konden komen naar Palestina. En dit is iets, ik vind het heel belangrijk om ook om te noemen, want hadden zij hier geaccepteerd dat zij niet, dat zij gewoon uit werden gezet, dan was misschien de loop van het verzet, islamitisch verzet in Palestina, heel anders geweest. Dan had Hamas nooit bestaan zoals het nu is. En dan hadden zij, net zoals de PLO, werden ze gewoon een organisatie die ver weg werd gegooid. Het is duidelijk, de islamitische verzet is een echt verzet. Eentje die je niet zomaar kan omkopen. Eentje met wie je niet kan onderhandelen. Eentje die je niet ver weg kan duwen en in andere conflicten kan plaatsen. En eentje die heel goed begreep dat het niet constructief en verstandig is voor de Palestijnen om acties en militaire acties te hebben buiten Palestina. Alle militaire acties van Hamas, vanaf haar oprichting tot de dag van vandaag, zijn allemaal binnen Palestina. Niks daarvan hebben ze buiten dat gedaan. Een aantal maanden geleden zei de Europese Unie, dreigingsniveau voor aanslag van Hamas in Europa is omhoog gegaan. De eerste reactie was, noem één aanslag die Hamas in het buitenland heeft gedaan. Nooit gebeurd. En ze hadden, mashallah, een hele goede inzicht naar de toekomst en de juiste keuzes gemaakt in mijn opinie. Maar oké, verder. Wat er toen gebeurde, was iets wat totaal niet was verwacht. We hadden net gezegd dat Iran in 1979 de revolutie had gehad. En in 1979 Saddam Hussein de president werd van Irak. Wat er gelijk gebeurde in nog minder dan een jaar dat zij allebei aan de macht waren, was dat zij een oorlog gingen voeren met z'n tweeën die hen beide kapot heeft gemaakt. Iran en Irak gingen allebei oorlog voeren met elkaar. De Arabische landen waren bang van dat Iran haar Shiïtische revolutie zou gaan exporteren naar de rest van de regio.
En Irak was bang, Saddam Hussein, die heeft ongeveer de helft van zijn volk die ook Shiïten zijn. En die zag dat zijn buurland Iran actief haar revolutie aan het promoten was in Irak. Dus hij zag voor hem geen enkele, geen enkele reden om niet aan te vallen. En hij kreeg de steun van Saudi-Arabië, Kuwait, Qatar, Emiraten, met allemaal geld. En ze gaven hem titels, titels waar je echt u tegen zegt. Hij werd Asad al-Sunnah genoemd, de leeuw van de Sunnah, de verdediger van de linkse, van de verdediger van het oosterse poort van de Arabische wereld, whatever. En deze domme titels die hij allemaal kreeg, die hij in mijn mening niet verdiende. Maar je mening van Saddam Hussein, die mag je hebben van mij. Maar oké, nadat hij die oorlog niet had gewonnen en niet had verloren en eigenlijk helemaal kapot was gemaakt, toen zei Saddam tegen de Arabische landen van ja, luister, wij hebben samen oorlog gevoerd tegen Iran. Het is weliswaar dat ik mijn soldaten heb gebruikt, maar wij hebben dit samen gedaan. En nu heb ik hele grote financiële problemen. Jullie moeten mij helpen, financieel. En de Arabische landen zeiden, nee, dat gaan we niet doen. Toen zei hij, trouwens, Kuwait is een provincie van Irak. Wat is dit? Ik heb geen grens aan de kust. En olie en weet ik wat, en geld, Kuwait hoort bij ons. En hij viel Kuwait binnen. En toen Saddam Kuwait binnenviel, verlies hij natuurlijk al deze titels. Verloor hij al deze titels. De leeuw van Ahlus Sunnah, weet ik van wat. En de Arabische, blablabla. Maar, toen hij Kuwait aanviel, wat hij deed was, hij wou natuurlijk wel dat de Arabische wereld nog steeds achter hem ging staan. En toen deed hij iets anders, want dit was in 1991. Hetzelfde jaar waarin Kitab al-Qassam was opgericht, de gewapende strijd begon in Palestina enzovoort. Saddam Hussein deed iets wat geen enkele Arabische leider voor hem heeft gedaan. En wat hem tot de dag van vandaag bij zijn fans nog steeds een held maakt. Ik vind van niet, maar dat is mijn eigen mening nogmaals. Dit is gewoon feit. Dit is wat hij toen deed. Ik kon geen neutrale video vinden. Dit is een edit van een of andere fan van hem die... Saddam Hussein die zegt hier, als Israël denkt dat zij iets tegen Irak kunnen doen, alsof Israël iets met Irak wil, maar oké. Als Israël denkt dat zij iets tegen Irak kunnen doen, wallah, ik ga het vuur de helft van Israël op laten eten. En hij schoot 39 raketten op Israël. 39 raketten waardoor de Palestijnen gingen juichen. Eindelijk een Arabische leider die aan onze kant staat. Eindelijk, eindelijk, en weet ik veel wat. Vergeet het te benoemen, want dit is ook heel belangrijk. Toen de intifada begon... Toen zei de Jordaanse koning, ik ben niet meer verantwoordelijk voor de Palestijnen. Want de Jordaanse koning was officieel nog wel degene die verantwoordelijk was voor de Palestijnen in de westelijke Jordaanoever. En hij trok zijn verantwoordelijkheid terug in 1987. En nu staat Saddam op, deze stoere held, dachten zij, die 39 raketten stuurt naar Israël. En ik kon dat andere filmpje niet vinden, want die was meer gangster, vind ik. Waarin hij zegt, ik daag alle Arabische leiders uit, maak er 40 van. En niemand deed dat. Maar, wat deed Israël terug tegen Irak? Kan iemand dat raden? Amerika, Israël deed helemaal niks. Israël, nou dit is, ik vind oprecht dit een van haar slimste moves ever. 39 raketten hadden Israël geraakt. Normaal gesproken, als Hamas een scheetje laat, dan zeggen ze al, oh, ze hebben ons aangevallen bij me. En dan gaan ze gelijk Gaza kapot maken. Maar toen, in 1991, toen Saddam Hussein 39 raketten schoot op Palestina, op Israël moet ik zeggen. Want het zijn de Israëliërs, of het is goed. Toen hij 39 raketten op hen schoot, toen, wat hij toen in principe deed, Saddam Hussein, was hij probeerde de Israëliërs te provoceren om Irak aan te vallen, zodat hij tegen de wereld kan zeggen, kijk, ik ben de anti-Israël en Kuwait hoort bij mij. Want hij had niks te maken met Palestina. Die gast was bezig met Kuwait. Hij was bezig met Kuwait binnenvallen en als hij Kuwait kon overnemen, dan was dat goed voor hem. Niks te maken met Palestina. En hij gebruikte gewoon Palestina als een kaartje in zijn spel. Wie was er hiervoor gevallen? Welke persoon was hiervoor gevallen? Dat was niemand minder dan Yasser Arafat, de leider van de PLO. Degene die in Tunis zat, degene die dacht dat hij de president en vertegenwoordiger van de Palestijnen... Hij was het ook, hij was de de facto vertegenwoordiger van de Palestijnen. En hij noemde zichzelf de president van Palestina. Yasser Arafat, die zei in een domme uitspraak van hem... De enige weg, of de weg naar het bevrijden van Palestina gaat via Kuwait.
En toen werd duidelijk wie onder andere de financiers waren van de PLO. De financiers, de grootste financiers van de PLO, waren Saudi-Arabië, Kuwait, Qatar en de Emiraten. De golfstaten, deze rijke oliestaten, gaven heel veel geld aan de PLO in die tijd. De tijden waren anders. Ze gaven heel veel geld aan de PLO in die tijd. Maar zij waren natuurlijk heel erg tegen de inval van Irak binnen Kuwait, logisch ook. Wat komt Saddam bij ons doen? En de PLO die koos de kant van Saddam Hussein. Saddam Hussein met zijn aanval tegen Kuwait had hij heel de Arabische wereld verdeeld. Mensen die voor waren, mensen die tegen waren. En de focus weggetrokken bij Palestina. Terwijl hij met zijn ludieke actie dacht dat hij dus fans aan het trekken was. Nou, dit was dus een hele ongeplande actie die daar plaatsvond in 1991. De strijd ging door. 1992, de Palestijnen, die lieten duidelijk zien, wij geven niet op. En er gebeurde nu ook iets anders. Er raakte een nieuwe beweging die raakte betrokken bij de strijd. En dat was een beweging die niet in Palestina zat, maar was een beweging in Libanon. Hezbollah, die was opgericht in 1985, die was alleen opgericht voor de bevrijding van het zuiden van Libanon van de handen van Israël. Want Israël heeft het gedeelte van Zuid-Libanon ingenomen, zoals we net ook zeiden. Dus Hezbollah raakt hier ook bij betrokken. Israël zat in een hele moeilijke situatie. De Palestijnen krijgen ze maar niet stil. Het zijn nu al jaren dat ze bezig zijn met boycottacties, molotovcocktails, 100.000 gevangenen en ze gaan nog door. De gewapende strijd wordt meer. Hun soldaten zijn in gevaar, worden gevangen genomen enzovoort. De Israëliërs werden gepusht, ze werden geforceerd naar een oplossing waar ze niet van hielden. Maar het was wel de oplossing die ze nu zouden gaan nemen. En hiermee zou de intifada ook gaan eindigen. In het geheim waren er onderhandelingen gaande tussen de PLO, die in Tunis zat, niet in Palestina. Ze waren aan het onderhandelen met Israël om te kijken hoe ze de intifada konden gaan eindigen. De Palestijnen waren heel duidelijk, wij eindigen pas met de intifada als wij onze eigen Palestijnse staat hebben. En zodoende, in 1993, wat er toen gebeurde, in het geheim, werden de Oslo-akkoorden waren ze aan het koken. En in 1993 werd de Oslo-akkoord getekend tussen Yasser Arafat, zonder weet van welke andere fractie van de Palestijnse verzetsbeweging dan ook, dat Yasser Arafat bezig was met Yitzhak Rabin. Hij kwam toen hij had toen besloten dat hij samen met Rabin in het geheim een vredesakkoord zou gaan sluiten en de Palestijnen zouden op papier een eigen staat krijgen. En de intifada werd geëindigd in een gigantisch feest en de Palestijnen dachten, eindelijk, na 40 jaar, hebben wij onze vrijheid gekregen. Wat ze niet wisten, was dat de Oslo-akkoord misschien de grootste leugen, de grootste truc van de Israëliërs waren naar de Palestijnen toe. En waar de Palestijnen tot de dag van vandaag nog steeds onder lijden. En dit het begin is geweest van heel veel onrecht die hierna was plaatsgevonden. En het begin was van vrijwel de de facto annexatie van de Westbank door Israël. De Oslo-akkoorden, daar gaan we inshallah volgende les over praten, in detail. Wat zijn de Oslo-akkoorden? Hoe zijn ze ontstaan? Wat staat er in die Oslo-akkoorden? Waar zijn de Palestijnen mee akkoord gegaan? Waar hebben ze hun handtekening onder gezet? En waar heeft deze man, mogen Allah hem vergeven voor wat hij heeft gedaan? Want hij heeft wel goede dingen gedaan in zijn leven, maar dit was er niet één van. Gaan we inshallah volgende les behandelen bij de Ta'ala. Subhanak Allahum bihamdik, nashadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna, wa salamun alal mursalin, wa alhamdulillahi rabbil alamin.